Ik ga u laten zien hoe u via de applicatie Technische Assistentie in My Proximus Enterprise een wijziging aanvraagt van het type Standard Change. Bent u ingelogd in My Proximus Enterprise, klik dan in het menu op Opvolging. Daar ziet u verschillende blokken of widgets voor assistentie. Voor een technisch ticket kiest u voor Nieuw ticket aanmaken en u komt op de IT Service Management applicatie. Op de startpagina ziet u een aantal klikbare widgets en de searchbar. Naar gelang uw profiel kunnen er meer of minder opties staan waaruit u kunt kiezen. Klik op Request a Change. U komt op de pagina van de Change Catalogs. Selecteer het bedrijf waarvoor u een wijziging wilt aanvragen via de Company Selector. Afhankelijk van het bedrijf dat u selecteerde, kan de lijst beschikbare categorieën verschillen. Kies het type waarvoor u een wijziging wilt aanvragen. Binnen het type Standard Change kiest u één van de categoriegroepen in deze lijst, behalve Generic, die voorbehouden is voor een Normal Change. U ziet vervolgens verschillende catalog items die beschikbaar zijn met type changes die u kan aanvragen. Vul vervolgens de verschillende velden in van het formulier. De account of het bedrijf dat u eerder koos via Company Selector is hier al ingevuld. Selecteer het product waarvoor u een wijziging wilt aanvragen. Zijn er voor dit product reeds openstaande tickets, dan ziet u hier een overzicht van alle gerelateerde openstaande tickets. Selecteer vervolgens de business service die aan het product gelinkt is. Is er maar één, dan is deze al ingevuld en hoeft u niets te doen. Het gelinkte contract en de locatie worden automatisch geselecteerd. Dit kan enkele seconden duren. Het veld voor een korte omschrijving is niet verplicht. Standaard zal de aanvraag het geselecteerde item in de catalog krijgen met actievariabelen. U kunt deze titel specifieker maken met een toevoeging. Maak een keuze in de action variabelen. De keuze bepaalt het aantal credits dat de wijziging zal kosten. Geef in de change details een omschrijving met zoveel mogelijk details en technische informatie over wat u wilt veranderen. Kies eventueel de urgentie. Deze staat automatisch op standaard. Wijzigt u de urgentie, dan heeft het invloed op het aantal credits. Als u wilt, kan u vragen dat de wijziging tegen een specifiek moment is uitgevoerd. Geef hiervoor een start- en einddatum, eventueel een tijdslot en de reden voor dit specifieke moment. De kost van een standard change is vooraf bepaald en verbonden aan uw contract. De kostprijs is daarom op voorhand gekend en is hier onmiddellijk zichtbaar. Als laatste stap kiest u de contacten die belangrijk zijn bij de communicatie voor dit ticket. Kies het contact uit de contactlijst, het communicatiekanaal, de taal, check of het telefoonnummer en of het e-mailadres correct zijn en duid aan of deze persoon on-site of een technisch contact ter plaatse is via Responsibility. Zo zullen wij de juiste persoon contacteren. Als dit allemaal correct is aangeduid of gewijzigd, klik op Add. Doe dit voor elk contact. Is alles ingevuld? Klik dan op de Submit-knop. Het ticket kan dan door de juiste expert opgepikt worden. De bevestiging van uw aanvraag verschijnt. Klik op Go to Ticket en u krijgt het volledige overzicht met alle details. Via Overview komt u op de startpagina. Onderaan in de widget Last Updated Ticket vindt u de aangevraagde wijziging terug. Vanaf deze startpagina kunt u gemakkelijk uw ticket raadplegen door erop te klikken. Het volgende scherm verschijnt met een overzicht van uw ticket. U vindt alle details terug, zoals de korte omschrijving, het ticketnummer, urgentie, de service ID, business service, de status van het ticket, de account, het contact, het tickettype, de eventuele kost en de company. Contacten kunnen hier nog toegevoegd worden. In de conversatiebalk volgt u de status stap voor stap op en kunt u er communiceren met de aangeduide expert. U kunt er altijd informatie en documenten toevoegen die nuttig zijn. Achter Original Input vindt u alle details terug die u ingegeven hebt. Onderaan vindt u informatie over de SLA, overzicht van de contacten voor het ticket en onder e-mail vindt u de notificaties terug
die gelinkt zijn aan dit ticket. U kunt deze steeds raadplegen. Proximus. Think possible.